Alright guys, het is weer tijd voor weer Pokémon Blaze Black Randomized. Oh yeah, schreeuw. Oké, ja, whatever, het boeit me niet. Nou, we hebben er nog maar twee. Bakten en Artee. Een week nadat we dit hebben gedaan, dat we een beetje te stom zijn. En Ferroze. En Golurk. En dan heb ik nog mijn Karteoxys. die ik weg ga doen. Zo snel als dat ik een stabiel team heb. Waarvan in ieder geval eentje kart kan. Eens kijken, kan nu al iemand kart. Ik ga hem nog niet weg doen voor het geval dat als Bakken dit kan. Nou, dat is unable. Maar er is nog eentje. Vangen. Nou ja, dat ben ik ook van plan om te doen. Ik ga ze niet gelijk weer op een suicide mission sturen. Want ik wil echt. Nee, ik wil niet dat het nog eens een keertje gaat gebeuren. Dat was zo erg al iets. Oké. Nee, irritant jij. Oké. We gaan tegen wat peuters spelen. Hopelijk kunnen die het niet. Jij. Nee, jij bent. Yes, ik weet het. Oh, dit gaat eng worden. Oh nee, zullen we weer niet vechten? Ik dacht dat jullie wilden vechten. Hé, kom hier! Kind! Ah! Oh yes, ja! Yeah. Nee, ik had je getrapt! Oké, hij loopt nu achter. Nee, hij loopt weer achter. Oh, sorry. What the fuck? Deze zijn zo snel! Nee! Hoe moeilijk is dit? Hoe moeilijk! Nu dan! Nee, dat gaat niet gebeuren. Jij ook niet? En jij ook niet! Oh. Ja, whatever, hou je mond. Ik dacht dat jullie wilden vechten. Jullie wilden het niet. Jij wil vechten. Ja, ik... Ik ben een juffrouw. En ja, laten we gewoon even doen. Oh my god, 4. Electrode! Pokétorp! Oké, ik ga voor de zekerheid dat hij Explosion of Self-Destruct heeft. Ga ik gelijk wel even switchen. Want Arte kan dat aan. En sowieso, Arte is een ground type. Charge, heerlijk. Nou. Ik kan niet wachten tot hij dat doet, Magnitude. Oh, ik ga nog een keer charge doen. Ja, snel ding. Dat weten we nog wel. Van de tijden van Magnitude 7. Rip. Oké, Arte, je moet niet te OP worden. Goed gedaan, Bakten. Oké, Lillipop. Ja, inderdaad. Bakken, ga eens kijken of je dat kan houden. In je eentje. Hit it with the Dragon Balls! Ah, nice. Ziet er goed uit. Ik heb nog een tackeltje bij. Kijk, lekker Bakken. Helemaal in je eentje zelfs. Maar hij moet niet al te hoog worden, want straks kan ik je weer niet gebruiken om te catchen. Seedra, ah, how convenient. Het zal waarschijnlijk wel Poison Point hebben. Maar wat een geluk, we hebben Thundershock. Oeh, dat is eng. Nee, dan dat het al was. Ah! Aha! Super effective. En ook nog eens een keertje Type Bones. Oh. Lekker veel XP. Shockwave! Perfecte move. Ik hou van Shockwave. Thundershock is 40. Shockwave is 70. Tackle, nou ik wil niet echt tackle gebruiken. Maar ja. Ja, whatever. Tackle gaat weg. Toch? Nee, tackle is beter dan Thundershock.
Dat is raar. Oké, Shockwave. Nice. Wie dan nog? Doctrio. Nou, daar gaan we je wel voor switchen, omdat Doctrio niet zo goed is. Het is toch een ground type. Waar ik je niet aan wil blootstellen. Voor het geval dat het misgaat. Shadow Punch. Hey, what the fuck? Waren al drie hitpoints. Dood. Oh, Arte, ik heb je gemist. Arte like scale. Beep, boop, boop. Beep. Arte. Arte. Oké, nice, Bakken. Ja, het ziet er nog wel goed uit. Arte gaat niet zomaar dood. Oké, jij. Toddler. Ik ga steeds in Dusknar. Oh, dat is best wel geniaal. Hier is Shockwave. Volgens mij is het alleen maar ghosts. Kan het ghost dark zijn? Oh, Chris Buddy. Oh. What the fuck, disabled? Nah. Oh well. Finish him off with the Dragon Balls. Dragon Balls. Oh, well, they... Nou, nog een Dragon Balls. Tackle gaat niet werken op een ghost type. Lekker. Ja, ga ergens anders maar een beetje zitten zeuren. Natuurlijk gelijk weer level up. Yay, we gaan het straks weer krijgen hoor. Dat ik alleen maar ballen mag gooien. Sviel. Oeh, een... Oh nee, het is Water Ice. Yes. Ik kan nog steeds even Bakden. Come on, Bakden. Shockwave. Oh shit, disabled. Nog steeds. Ha, Dragon Balls. Oh, je wil nog meer. Oké, okay. That's convenient. Want ik wilde toch die move gebruiken. Oh, maar nu is die niet meer disabled. Dragon Balls. Lekker, Bakden. Oops, I have no healthy Pokemon there to fight. Ah, je doet het lekker, Bakden. Jij dan. Oh, nee, jij niet. Jij. Oké. Oeh, wat gaat Wendy doen? Oh my god! Ik denk... Oh, dat ding is fucking eng! Hoe zou een kind dat leuk vinden? Om dat te hebben? Dat is weer zo fucking eng! Binds, oké. Okay. Toen is het een shit move. Nu maar één doet. Ah, sterk! Lekker. Lekker bakken. Die. Ik zeg helemaal niets. Als hij dan nu opeens... Oh, hij doet een andere move in ieder geval. Ja, hij is al dead. Lekker gedaan, Bakden. And the XP begins to grow. Meowth. Ah, I keep battling. Die! Wel, die Bakken, zegt Mio. Nee, ik zei die, niet flinchen! Lekker. Kijk! Ik heb meer Pokémon nodig. Ja, ik weet het, bedankt. Oké, nog een preschooler. En dan gaan we healen. Take this, Hyper Beam! Als hij dan een Gyarados of zoiets heeft, dan gaat het echt eng worden. Kan zo. Phryzian! Hij heeft een lekkere legendary. Phryzian! Oh, Phryzian. Dat is een grass type volgens mij. Nou, ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, laten we Thunder Wave doen. Oh, dat ziet er niet goed uit. Ga ik het riskeren?
dit is sowieso goed. Oké, wat gaat hij doen? Oh, nee, even iets gedaan. Chugga-pa! Quick attack, oké. Chugga-pa! Even een healtje doen. En dan kijken wat Rising verder doet. Magical Leaf, oké, dat gaat ze niet echt iets opleveren. Laten we verder gaan met Chugga-Pals! Ja. Oh, wat ga jij nou proberen? Ga nu nog een Quick Attack doen ofzo? Je hebt 3 moves tot nu toe. Layer, Quick Attack en Magical Leaf. Ik zie niet dat je nog een sterkere hebt. Ja, Chugga-Pals! Lekker bakken. Je hebt een Verizon gedood. Ja, natuurlijk geef ik dat op level 22. Cotton Spore. Wat is dat ook alweer? Volgens mij is dat voor lowering speed. User release cotton like spores that cling to the target. Ja, doei, weg. Ik haat speed die buffing moves. Ja, weg. Nee, ik wil geen. Niet dat. Yes, give up. Speed debuffing is echt het slechtste combi je kunt krijgen. Oh nee, ik wil niet switchen. Ja, goed, ik pak hem. Hey combi, je hebt een flying type. Zeg hallo tegen mijn Shockwave! Ah, pak hem! Rip. Oké, tot nu toe gaat het goed. Lilligant. Dat is volgens mij ook een grass type. Dus. Oh, dat is geëvalueerde vorm van wat ik dacht dat het was. Oké. Het zit gelijk bij de eerste move synthese proberen te gebruiken. Ja, lekker. Als dat de enige move is die hij heeft, dan gaat het echt een kutgevecht worden. Nou, makkelijk tenminste. Oh, kijk dat is. Please, niet full health. Oké, dat kan volgens mij nog in één keer doden. Chugga-Pals! Oh, kom op! Oké, ik heb die 1 heal uit. En Tackle moet het wel doden. Ja, Tackle zal het wel doden. Nice! Lekker Bogdan! Bogdan, je bent ook capable. Oeps, nee. Oh fuck, ik zie nu ook wel helemaal mijn pakket in te steken. Ik heb Arthur helemaal niet zijn Ace Badge gegeven. Nou, whatever, dat komt al wel volgende keer. Ga ik voor een mooie Ace Badge zoeken. Wat... oh, wat een goede leuke. Volgende keer. Hey, fuck off met je kale hoofd. Ja, nou weer dan. Oké. Ik ben tevreden met hoe het hier gaat. Oh, gasten met... paarse shirts, dit zijn meestal gasten die iets op gaan leveren. Ja, thanks. Ja, nu hoef ik je niet meer. Bedankt en tot nooit meer. Ben je goed? Nee, nou, jammer. Oh ja, dat ga je ook nog even doen. Ik kan nog wat super potions gebruiken. Yep. Oh, neem er 4, zet er 5 weg. Yep, thanks. Ja, de rest is oké. Okay. Yeah, ja, whatever. Shut the fuck up. Ik ga weg. Oké. Volgende. Nee, ik hallo. Oké. Deze heb ik al mee gevochten. Nou, nu komt er dan. Daar is gras. Shit. Shenron! Oh, pain, stop! We both have the trial match, so let's see which of us is stronger. Shenron, ik ben hier niet in de mood voor. Op dit moment ben ik volgens mij geen enkele Pokémon aan jou of Bianca verloren. En ik wil het zo houden. Ah, Breloom!
Nou, oké. Wachten! Tijd voor Thunderwave! Oh yeah, Wachten! Oh fuck, het begint gelijk met Leech Seeds. Dat is misschien wel een worst case scenario. Eens kijken. Want wil ik nu echt iets eruit krijgen om ook switchen? Oh, kom op, kon je niet in één keer dood. Ah, oké, okay, nice, paralyze. Oké, zal hij geleerd hebben van zijn items? Ik denk dat hij een potion gaat gebruiken. Oh nee, nou, oké. Okay. Oh, free kill. Nou, dat was een crit. Ik zal die crit eventjes misschien niet eerder leggen. Oké, okay, is goed. Sceptile. Natuurlijk. Eens kijken, wat heb jij tegen Sceptile eigenlijk? Artee. Het heeft Mega Punch. Oh ja, natuurlijk Mega Punch. Super effective. Niet super. Ah ja, Artee! Piep, piep, boep. Artee, Sceptile killer. En Artee raakt ook altijd. Oh, maar hij is sneller. Absorb. Ah, je was eerder. Nu ben je dood. Piep, boep. Critical hit. Lampend. Ik weet niet. Ik ga even opzoeken wat voor Pokémon dat is. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Oh, dat is de voorvolutie van Chandler. Shadow Punch. Dat is een ghost type. Very good, Artee. Volcarona, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Volcarona. Buckfire, wat een raar type. Ik ga een goede move voor Nanny. Oh jawel, Crowns. Crowns uit. Ik ga een move, dat vind je goed. Trot. Oh, oké. De zon begint te schijnen. Magnitude. Ember, ga lekker werken. Voor serieus! Oké, okay, dat werkt dus niet zo goed als ik dat ik het had willen. Nou ja, Shadow Punch. Kijk, lekker Artee met je crits. Artee knows what he's doing. Leave him alone. I see, so that's how you battle. Out of the way! What was that about? Bianca, why are you running? Hey, where were those people headed? That way, but... Why are you running now? Wel, voor mij lijkt het dat ze stil staat. Oh, seriously, they run so fast. Miss all my Pokémon. It'll be okay. It'll be okay. Don't cry. Bianca, really, why were you running? You have to hear this. Those people stole this girl's Pokémon. You should have spoken up sooner. Bing, we're going to get that Pokémon back. Bianca, please stay by the girl's side. Ik ga healen. Ik ga het eerst, dat ga ik daarna wel doen. Op eerst. Is het weer tijd voor Pokémon Boy? Toch? Om eens kijken. Stadium City, dit is Route. Is het een nieuw Route? Route 3 inderdaad. En Route 3, dat zijn dus weer nieuwe Pokémon.
Twee nieuwe Pokémon, oef. Ik ben er klaar voor. Heb ik genoeg ballen? Natuurlijk heb ik genoeg ballen om het te proberen. Great balls, 6 great balls, 10 dive balls. 1 Premier Ball en 2 Pokéballen. Dat zou wel goed moeten zijn, toch? Yep. Ik wil echt eens een keertje nu eindigen. Aan het einde van de dag wil ik het hele team, vol hebben. In ieder geval 6. Minimaal 6. En we zien dan wel hoe ver we zijn. Ja, oké. Oké, daar gaan we dan. Wat gaat het worden? Daar is de eerste. Milk tank! Oh my god, dat is volgens mij een tank. Dat kan misschien wel... Wauw, dat kan misschien wel geweldig zijn. By the way, milk tank, je hebt full HP milk tank. Je was een normal Pokémon. Dat was altijd goed. Stevige types. Dat. Hier, quick ball. Wordt be captured. Ja. Nou wel. Nou, het wordt nog steeds best wel wat ballen gooien. Want ik heb natuurlijk. Ja, als, waarschijnlijk als hij één move doet, dan is de milk tank dood. En dat wil ik niet. Nice! Daar gaan we dan. De milk tank. Dat is al nummer 1 hoor. 1 van vandaag. Oké. Milk tank. De milk cow Pokémon. It is said that kids who drink milk tanks will grow up to become hearty, healthy adults. Oh, zie al een paar van die preschoolers naar zijn nippels zeggen. Oh my god, dat is zo erg. Zo slecht. Ja, natuurlijk. Milk tank. Ik ga je opzoeken. Milk tank. Milk tank. Niet milk tank. Durr. Ja. Ja, ik weet het is moeilijk, maar even stand-by en. Even stand-by. We zijn zo terug. Nu kan je weer normaal zijn. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Je hebt nog even smutje hier doorheen. Maar ja. Als dit nou eindelijk eens een keertje helemaal lukt. Oké, daar gaan we. Mooie afbeelding ook. Milk tank. Want daar zou ik het anders van nemen. Oké. Perfect. En nu voor de naam. Eens kijken wie wat we met best bekeken channel op Twitch. Een of andere stomme League Legends. Omega Bits. Nou, dat vind ik niet zo'n goeie. Sober like zo's. Nee. Brothers Bear. Brothers. Brothers. I like that. Brothers. Ik had echt al gedacht dat dit nu niet meer zou hoeven. Als ik hier helemaal aankwam. Nou ja, helaas. Kan niet anders. Het is nou eenmaal zo gegaan. Dat ik nog steeds nu bij het gedeelte zit van dit aanpassen. Oké. En dan. Welcome to the team, brothers! Laten we even kijken, wat kan je allemaal? Oeh, je hebt milk drink. Brrr.
Growl, Defense Curl, Stomp en Milk Drink. Perfect. Nog niet super? Kunnen we je nieuwe moves aanleren? Oh, wat had je voor ability? Dat heb ik niet gekeken. Yes. Wat was ability? Thick Fat. Ups resistance to fire and ice type moves. Nou, nee, heel geweldig. Oké, Oké, cut. Unable. Deoxys, jij bent nog steeds de cut, man. Plak. Ja, tuurlijk. Oh, waarom zou hij plak kunnen? Workup. Ga ik hem niet leren, tenzij hij echt een goede sweep. Dat struggle bug. Waarom zou hij struggle bug kunnen? Incinerate. Dat zie ik hem misschien nog doen als een Happini incinerate kan. Oh. Kan ook niet. Smackdown. Nope. En Hidden Power ga ik hem niet geven. Oké, wel. Daar hebben we nog niet zoveel. Oké. Wat gaan we doen? Nee, ik ga hem healen. Tweede Pokémon van de area is... Kom op. Daar gaan we. Ah, Swanna. Ah, Forex Weakness. Water Flying Type. Nou ja, whatever. Hebben tenminste iets meer coverage. Nee, dat werkt niet, hè. Oh, fuck. Zolang je maar die Thunder Wave legt. Vind ik het goed. Vanaf nu kunnen we Great Balls blijven gooien. Oh nee, misschien werkt de Dive Ball hier zelfs op. Omdat het een Water Type is. Heb ik Dive Balls ook weer? Nee, Net Balls. Of... Nah. Eens kijken. Nee, deze ga je niet onder water vinden hoor. Dat is een vogel. Wat? Auw, dit gaat toch pijn doen. Weinige tijd. Misschien mag ik wachten dus toch straks even healen. Oké, Great Ball dan. Moet wel lukken met dit aantal ballen. Ja? 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 Kom op, Swanna. Op dit moment heb je nog maar één move laten zien. Als dat je enige move is, dan vind ik het echt jammer. Ja, tuurlijk. Wing Attack. Kan je ook, maar dat is niet zo heel effectief. In ieder geval, één electric, één sudden electric move. Je bent dood. Dat gaat het al worden, de case. Oké. Tenminste, help to paralyze. Hier ook nog. Oh my god, dit is de laatste Great Ball. Je moet toch even snel erin gaan. Oké, kom. Shit. Wel, dan gaan we best de catch rate ballen. Nee, die niet. De ballen. Gewoon een pokebal dan. Ja. 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 Goed zo. Oké, Swanna. Niet de beste, maar we hebben al drie best wel goede Pokémon. Swanna, White Bird Pokémon. Swanna start to dance at dusk. The one dancing in the middle is the leader of the flock. Wat in de fuck, man. Oh. Laten we gaan. Oh, hey, what the fuck. Ga weg bij het top channel. Swanna! Kom hier. Yep, water flying. Niet het beste, maar ja, we moeten het ermee doen. En, I intend to make the best out of it. Oké. Oh! En dit is dan volgens mij ook voor het eerst dat ik vier Pokémon heb. Toch? Ik ben niet helemaal zeker. Het zou wel nice zijn. Dat het eindelijk is gelukt is. Oké.
beetje groot nu nog, maar daar hebben we fixers voor. Alright, dat is. Yes, we gaan worden. Oké, nog steeds is League of Legends. CSGO dan maar. Geen idee dat is. Felicia! Dat vind ik best een goede naam, of wel? Felicia. Felicia. Oh, het is een man. a man called Felicia. Oh well, whatever. Het kan erger. Toch. Oké. Gaan we... Oké. Oh nee. Zo moest ik. Dammit, zo moest ik het niet doen. Wat heb ik gedaan? Ik heb het verpest. Het ziet er toch wel goed uit zo. Misschien jij nog ietsjes omlaag. Oh, ik, dat voel ik niet. Kijk, dat is beter. Felicia. Nice. Ok, daar gaan we dan. Oké. Felicia. Wat kan je allemaal? Water Sport, Defog, Wing Attack, Water Pulse, Big Packs. Protects the power of the Pokémon from defense lowering attacks. Dat is een goede. Goede ability. Maar nah, niet de beste overal. Nou ja, oké. Een Miltank en een Swanna. Ik ga ze gewoon allebei wel iets erbij trainen. Snel zou ik ook mijn eerste fishing rod. Nou, wat is een fishing rod? Snel gaan we ook naar een cave toe. Daar kan ik ook nieuwe vangen. Dus dat is nice. En dan zal het inderdaad wel goed moeten zitten. Kijk, zijn er al A5 inclusief Deoxys. Ja, weg is ze. Oh, ik kan Felicia. Kan ik. Plak aan leren waarschijnlijk, niet Pokémon. We gaan naar de back toe. Plak. Ja, juist. Yep. Sowieso water sport. But it's the fuck, a strong wind blows away. The target's obstacles such as reflector, light screen. It also lowers the target's passiveness. Niet heel erg interessant. Oké, Great Balls kopen. Voordat ik het vergeet. Yep, ik wil graag Great Balls hebben. Give me your balls. Ah, 5, moet het doen. Het is duur allemaal, ik heb meer geld nodig. Oké, nou. Show me what you're made of, zou ik zeggen. Even kijken. Bradders. Pak dan. Zweppen. Oh, kom op, koudhoofd. En dan ga ik ze niet dood laten gaan. Dat is geen. Nee, dan moet ik misschien. Ja, dat ga ik doen. Ik ga het bij oude trainers doen. niet bij nieuwe of zoiets. Hier, deze gast die hier staat, die zou wel beatable moeten zijn. Ik weet niet precies meer wat hij heeft. Oh, dat is niet goed. Ja. Jij hebt geen Lillipop. Oké, Roland. Oh ja, jij heeft een Venusaur. Maar van level 7, dit moet je aan kunnen, brothers. Als je niet aan kan, dan weet ik niet wat je doet. Stam. Oh yeah.
Dat was een goede voet. Flinched. Oh, kijk dat. Daar maak je indruk mee hoor. Met je eerste move flinchen. Nou, niet van de tegenstander flinchen. Cherubi, die kan je ook aan. Call brothers. Gewoon weer blijven stompen. Huppakee. Dood. Crit zelfs. Red is de pro. Slowking. Keep battling. Oh, leuke kroon. Stop. Voet gaat er gewoon doorheen. Niet een kill, Jon. Oh, for fuck's sake. Moet ik je gaan switchen? Of? Nee, ik ga switchen. Felicia. Jouw turn. Tackle. Ah. Oké, okay, plak. Good teamwork. Oké, okay, deze zijn te makkelijk. Cabutops. Nou, dat is een rock type. Daar heb ik toch liever eventjes. Rockwater. Nou. Nee, je hebt waterpools natuurlijk. Ik ga het aandurven. Ha! Dat is nou, niet super effectief. Oh yeah, kijk dat dan. Lekker Felicia. Ja. In één keer heb je het al opgeschoot. Ah, that's how we like it. Dat was een goede eerste test. Welcome to the team! Let's see. Fucking Deoxys. Oké. We gaan healen en verder gaan. In de tussentijd gaan ze wel level up. En als ze het moeilijk krijgen, nou, gewoon potions opgooien. Yep. Ik wil dat hebben. Ja, doe het sneller. Je weet het nog steeds zo slow mogelijk te doen. Ja, thanks. Ik wil niet meer met je praten. Hou je mond. Bedankt. Oké. Haha, kale man heeft niet in de weg gelopen. Waarom zijn hier zoveel mannen kaal eigenlijk? Oké. Aan de kant. Hier komt Bing. En dan gaat de super potion. Altijd mooi. Nice. Hierboven. Oh, ook nog iets. Daar is ook nog een trainer. Genren, je moet even wachten. Nou, whatever. Ik wil met je vechten. Zang je brothers maar niet dood. Oké, welk level ben jij? Oh, fuck, hij heeft een 6. Mesprits! Oh my god, gelijk een van die. Oké, brothers. Dit is gelijk eerst de serieuze. Boom! Oh yeah, brothers met de flinch. In prison, ja, dat heeft geen enkel effect. Bedankt voor de free kill, zegt brothers. Mesprit dood. Stomme legendaries. Loudreds. Felicia? That sounds like a job for you. Oh shit, nee, ik dacht dat het Lambre was. Fuck. Oké, nog steeds. Laten we het doen. Plak. Zolang hij geen Thunder aanval heeft. Oh yeah, crit. Gelijk een crit. Aerial Ace, zeker. I fucking love Aerial Ace. 60. Nou, dit is ook 60. Wait, ik is 75. Oké. Laten we die pak weghalen. Sowieso, die pak wil ik niet gebruiken. Quick move. Starly, laten we er gewoon in blijven.
Wing attack! Wah! Be rip, Starly! Dat is niet zoveel XP. Een wormpel! Oh yeah! Alicia, ripping them left or right. Ponyards. Psychic type. Nee, dark. Oh, dan kunnen we Duits hoor. Ah, Brenners, kom terug. Jouw tijd, turn weer. Oh shit, nee, Ponyards is heel anders. Dat is een... Dark Steel? Als het een fighting... Even kijken. Ik wil niet zomaar ontdekken dat dit een fighting type is. Ponyards. Oké, Dark Steel. Oh, maar dat is nog steeds is dit dan nutteloos, omdat... Wie gaan we dan nemen? Pak hem. Sounds like a job for you. Fury Cutter. De bug move. Nou, niet echt effective. Bug done. Shockwave. Shockwave. Lekker bug done. Deerling. Oké, die ken ik wel. Die kan je wel hebben, brothers. Het spijt me Max, maar ik ga toch een deer hier doden. Oh, die is het toch schattig. Om op te stampen! Oh, double kick. Yes. Dus double kick is een fighting move? Oké. Stomp! Bredis Pro. Nice. Bites. Ik haat bites. Ja. Nice. Breeder gedood. Een Orenberry. Thank you very much. Ja. En een Repel. Not sure if that was worth it. Oké. Ik ga terug om te healen. En dan gaan we de cave in. En daar hebben we weer extra Pokémon om te vangen. En ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Oh, kom op! Stop teasing me! Dan kan ik helemaal niets aan doen. Dat er nou precies een goede Pokémon opeens daar is. Oh well. Go. No, thank you. So. Okay. Oh, chicken. Whatever it is. Dat is volgens mij geen chicken. Ja, ja. Ik kan niet wachten om weer tegen Team Plasma te vechten. They ran inside here! Bing, your Pokemon's HP is fine and you're ready to go, right? Yes. Then let's go! Kill him. Like I'd like to kill Professor Juniper. The Wellspring Cave. Bing! This bothersome bunch doesn't really listen to reason. The charge cannot use a Pokemon to its full potential. Doesn't that make the Pokemon sad? It's the same thing for all your Pokemon. So hand them over to us now. Better yet, we'll just take them. Okay, beter. It's an one. Bulbasaur.
Okay, brothers. And Bulbasaur is the first. Kill it! Ha! Flinch! Oh my god, brothers. 3 matches ben je als eerste begonnen. Dit is al de derde keer. Krabby. Dat klinkt als de naam. Fuck them! Oh yeah. Shockwave! Yo, Krabby. Actie! Voor de tweede keer zo'n naam. Oké, Felice. Felice, Sean. Ga die redelijke legendary doden. Echt waar, hij is dan altijd zo lelijk al geweest. Ah! Oh, confusion. Oké, okay, daar kan je nog aan. Waterpaws, waterpaws. Kom, maak hem confused. Nice, crit en confusion. Kom, hit yourself. Geweldig, please. Oh, teamwork hier. Ja, dat verdient inderdaad echt wel wat XP. Oh, hij is al dood. Wow, 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 come on now, I'm shocked to lose against the little kids. What? How could we lose? When we are right on our sides. Not bad, Bing. Okay, go return the Pokemon to that girl. You don't need to return it. Oh, Santa beat sick. How troublesome! Not only do you fail to understand, but you actually got it away to boot! There's 2 of you and 2 of us. We'll show you our combined power and teach you that we are right. So, there were more of them. Still, I are Pokemon Robbers acting so self-righteous. Bing! We've been friends our whole lives. We've got each other's back. When it counts, let's show them how it's done. Down, da da down, da down, da down, down. Bam, bam, bam. Dit kan misschien een beetje eng gaan worden. Kangaskhan en Flygon. Ik heb geen ice move. Dus Flygon gaat super sterk worden. Oh god, dit is eng. Dit is gelijk een zo'n eng begin ook al. Breloom, jij moet het doen! Ik moet Bogdan erbij halen hiervoor. Dus kijk, Kangaskhan. Ja, die zou ook wel een fight move kunnen. Kan Bogdan. Ja, Bogdan. Oh, kom op, Breloom. Je bent level 14. Nou dan. Rip! Nee, niet rip. Giga Drain. Van wie? Oh, beter crit. Oké. Oké. Shockwave! Fuck boss. Oké, dat vind ik niet erg. Je mag de Breloom echt wel van. Wat? Oh, het is een ground fly. Ground Dragon type. Oh god, ik dacht dat flying was. Ja, dan hebben we nog steeds Dragon Pearls. Dood de Breloom. Oké, beter. Als Breloom dood is, het boeit me geen ene fuck. Het is maar een Pokémon van Shenron. Kijk, dat is hoe je doet, Bogdan. Lekker aan. Lekker, brothers. Kangaskhan. Ja. Oké, wat gaan we nog meer hebben? Weasel. Oké, nice. Sceptile.
Oh, kom op, Septa, ga niet mijn kill stealen. Ik wil de Buizel doden. Ja, inderdaad, doe het op de Sceptile. Nee! Killstealer. Oké, okay, Bogdan. Doe de Gengar scan dan. Oké, okay, goed zo, goeie gast. My Lottie, kom op man! Oké, tenminste, Shockwave! Oké, Ice Type, dus doe het op de Sceptile, de Ice Move. Ga Gengar scan aanvallen! Oh shit, Water Pulse, dat is op beide. Oh nee, toch niet. Oké, dat gaat goed hoor. Kill. Okay, maar laat ik eens dood. Lekker bakken. 22. Oké, okay, en weer bite op de goede. Ik ben zo blij dat hij op de goede blijft gaan. Oké, okay, nu is er nog maar eentje. Nu is het minder eng. X-Scissor. Oh wel, dood. Ja, buddy field trouwens zou dat zijn. Bel dan. Dag. Nee, bel dan is Steel Psychic volgens mij. Nog steeds. Dragon Balls! Ja, dat gaat niet zoveel effect hebben, hè? Genoeg. Jumpballs. Ah, oké, okay, whatever. Het is gelukt. Wie dan? Hydreigon! I am Bittercold! The Ancient Dragon of the West! Ik weet niet wat Hydreigon is, wat is het voor type? I am Bittercold! The ancient dragon from the west. In fact, I am not Bittercold. I am the voice of life. Ah, I lied to you. I am Bittercold. The ancient dragon from the west. Oh, that, no, no, it doesn't. Ow, verkeerde. Okay, die gaan we toch switchen. Artei. Neem het over! Beep boop! Someone said kill! Why? Sceptile kill! Arte wants kill! Oké, dat kan ook. Ja, ja. We zijn niet meer kids. In order to liberate Pokemon from foolish people, we will take their Pokemon. Whatever. What a waste of time. Come on, what reason could possibly justify stealing Pokemon from people? Pokemon traders like you are making Pokemon suffer. What do you mean traders are making Pokemon suffer? I don't get it at all. We'll get you back the Pokemon, but be aware of how this Pokemon suffers from being used by people. Someday open your eyes to your own complicity. Trainers bring out their Pokemon strength. Pokemon believe in their trainers and respond to it. I don't understand what about it makes Pokemon suffer. Okay, Bing, I'll return the Pokemon. Ik ga mee, want ik moet healen. Bakten, je hebt het ziek gedaan, knul. Of, ben je wel een knul? Meid. Yeah, lekker Bakten. Lekker. Ziek, 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 ziek. Het ziet er goed uit ook dit. Oké, heb ik het. Let's go. Ja, voor eeuwig blij, ik weet het.
Oh, fuck. Bing, thank you so much. The two of you got a Pokemon. I'm lucky to have friends like you two. Thank you, mister. Please take this as a thank you present. Fishing rods! Okay, nou, daar gaan we dan. That's a fishing rod. It's lets you catch Pokemon from any body of water in the region. I'm going to see this girl on the ways. So see you later, Bing. Bye bye. Bye bye, Bianca. Okay, nice. Kunnen we ook weer per route die water heeft één Pokémon vangen? Hier bijvoorbeeld. Is dat echt? Dat is super nice. Ja. Give me that. Ja, ja. Oké, we hebben nog maar twee nodig dus. Ja, whatever. Hou je mond. Ik zal nu nog wel wat meer geld hebben. Kan ik wat meer Great Balls kopen. Nee, niet Pokéball meer. Great Ball. Ja, vier. Ja, ik heb het best wat nodig. Want het is weer tijd om te catchen. We hebben... volgens mij heb ik tot 9 nu te catchen. Dat is best wel wat. Ook al Bakten gaat dan op 1. Voor de Paralyze. Oké. Waar ben je? Fishing Rods. Register. Wat is de knop voor het is hier? Yes, dat is hem. Nee! Oh! Oké. Not even a nibble. Oké, whatever. Cool. Fuck's sake. Give me Pokemon. Oh, nee. Cool, Bing. Ja, ja! Oeh, daar gaan we dan hoor. Ik heb een Turtwig uit de grond gehaald, maar hij zit nog vast aan de grond. Oké, ik ben niet zo heel bang dat hij doet. Nou, dat is jammer dat hij er is. Kijk, zo cool. Oké, Bugs dan. Oh, for fuck's sake natuurlijk, zo'n ground type. Durr. Dus kijk, het is een ground type, dus het kan niet zo'n tegen Felicia. Oh shit, ze heeft Arena Trap. Oké, wel, dan gaan we een Great Ball gebruiken. Zijn een Type Ball hier werken? Als deze niet werkt, dan gaan we nog geen boek proberen. Oké, Growl, dat is goed, want ga ik dat niet doen. Als een Dive Ball werkt, gewoon geniaal zijn. Hij komt van de oost. Ik heb hem vanuit een smeertje gehaald. Ja, ben ik gewoon. Ik heb een Duck Doctor uit een meertje gehaald. Leuk. Oh, ze zien hier een stuk vriendelijker uit op deze foto. Oké. Doctrio, ik denk niet dat ik die lam ga gebruiken. Niet de beste. Oké. Goed. Doctrio, oké. Doctrio, de mol Pokémon. Its three heads move alternately, driving it through tough soil to depths of over 60 miles. Eens kijken. Dat is... Wauw, dat is fucking snel.
Dat is sneller dan dat Formule 1 wagens door de leuwserp ingaan. waarom weet ik dat? Het is geen 30 dagen op Formule 1. die bocht wordt op 31 mijl per uur genomen, maar dat is twee keer zo snel dus. Zo, die kan dus makkelijk door de slangste bocht in Formule 1. Oké, ik weet niet hoe snel dat is. Whatever. Dr. O! Zo flink wat. Zal zo'n 100 km per uur zijn. Oké. Daar gaan we dan. Volgende. Wat is de volgende? Hier. Oh. Hearthstone. Yeah. Action and injection. Nee. Oh. Calapostion. Kalepos. Ajira. Kijk, dat is een naam. Ajira. Jira. Kijk. Nice. Jira. I don't know. Kom hier net zo jij. Kort naampje. Goed, eindelijk is een keertje. Al die lange namen. Arte. Ja, Artepitina, die ik altijd maar Arte noem. Zonde van de schrift van de ruimte. Nice. Ajira. Oké. Nou, wat kan je, Ajira? Je hebt in ieder geval Arena Trip. De diveball. Growl, Astonish, Mudslap en Mag. Oh, ik ben blij dat hij geen Magnitude gebruikte. Oké, nou ja. Whatever. Ik ben niet de geweldigste Pokémon. Maar, welcome to the team. Ik ben blij met elke Pokémon die ik heb. Want dat betekent toch dat er wel iets van progress in me zit. Oké. Nou is er nog in Route 1 is er nog eentje die ik kan vangen. Ja, nou zien we het wel. Ah, lekker rustig aan voor muziekje weer. Oké, daar gaan we dan. Oh, gelijk hebben we er één. Die gaat worden. Oeh, een Drifloom! Drifblim. Evolutie van Drifloom. Een Ghost Flying type. Oké. Ja, Vesifness omhoog halen. Kijk. Mooi. Wie kan ik hier dan voor gebruiken om een goede hit te halen? Crowns kan niet flying aanvallen natuurlijk. Kijk, Mudslap. Nee, Mudslap kan dus niet. Astonish, het is een ghost type. Felicia. Felicia kan een. Ik denk dat Felicia niet dood in één keer. Zo en dat wel. Oké, Drifblim. Nice! Okay, pluk. Niet doden. Goed zo, ik kan nog wel een plak doen. En als hij dat deze keer al niet wil, de plak, dan gaan we gelijk al gooien met ballen. Ja, nah. Dit is een andere soort. Als het echt zegt dat hij mis is. Oké. Nee, ik ga toch door. Oh my god, die paralyze. Oh, kom op!
We doen al even niets hier. Oké, dit wordt weer dikje. Dus oh, gaat de focus energy doen. Nou, whatever. Oh. Hopelijk hou je van diveballen. Want hier was een diveball. Oké, dat werkt dus gewoon voor hengel Pokémon. Nice. Durflim, the blimp Pokémon. At dusk, swarms of them are carried aloft on winds. When noticed, they suddenly vanish. Ja, dat is het ghost part ervan. Drift. Blim. Bro. Altijd heb ik al wel zo eentje willen hebben. Maar die dingen die kwamen in Diamond and Pearl gewoon bijna niet voor. Dan moest je iets heel raars doen op een woensdag of zoiets. Moest je naar de Valley Windworks gaan. Echt heel raar. Oké, Blim. Ah. Ook wel maar een grote. Oh. Zo, iets anders. Zo, dat ziet er toch perfect uit. Ja. Oké. Dan de naam. Wat gaat jouw naam worden? Oh ja hoor, Kronk is er bezig. Wat doet Kronk? De Solus Project. Ik zou niet weten wat het is. Maar Switch. 2000. Nee. I'm Elsewhere. Nee. Vienda. Nee. Do this. SX. PTV. Nee. Damals. Nee. Ianis. Nee. Soul Sausage. Pokémon Liker. Kagami Shiro. Kakami Shiro. Kakami. Kakami! Kakami! Ja, Kakami! We hebben hier gevonden hoor. The true identity. Kagami. Kagami. Kijk, perfect. Thanks, Kronk, voor je stream. Heb ik er weer een naam bij. Tekst. Oké. Kagami. Perfect. En wat een opluchting is het dit nou. Voor het eerst staan al die pokeballen vol. Ik ben zo blij dat het is gekomen. Nice. Oh, moet ik hier nog even jou iets naar beneden zetten. Misschien wel kleiner maken. Helpt voor convenience sake. Oké, nice. Een drift blimp genaamd Kagami. Nice. Oké. Oh, dan kunnen we nog niet checken. Daarvoor moet ik eerst naar de box toe. Dan gaan we gelijk even kijken. Kan ik iemand kat aanleren? En als ik iemand kat aanleer, kan leren, dan gaat Deoxys weg. Oh, weet. Swablu, aan de kant. We zijn hier bezig. Ik heb geen zin om je... tegen je te vechten. Want het geeft minimaal XP. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk het gevoel dat nog steeds niemand van mijn team kat kan. Ook al mag Deoxys voor. Nee, eerst moet. Oh, kom op! Move! Waarom hebben ze die nog nooit bovenaan gezet? Dat bakkert me zo erg. Oké, Deoxys. Deoxys de kat Pokémon. Geniaal. Oké, eerst Kagami. Oh, wat een ringtone.
Okay, minimize astonish cost focus energy. Met ability unburden raises speed if health item is used. Daar hebben we niet zoveel aan. Oké, laten we eens kijken. Kan iemand cuts? Please, iemand kan cuts. Oh, hey! Kijk wat is. Agera. Ja, zeker. Mudslap. Nou, whatever. Mudslap gaat weg. Nice. Dat lijkt niet verwacht dat ik niet kom. Ja, dan gaan we gelijk even huishouden. Nee, want work up hoef ik niet. Struggle bug. Kan natuurlijk niemand weer. Incinerate. Ook niet. Smackdown. Dat zou Gera ook wel moeten kunnen. Nope. Oké. Okay. Oh. Dan nog even. Nee. Nee, andere. Even jullie moves in de goede orde zetten. Cast. Astonish. Nee, dat is natuurlijk niet super. Ja, is dat wel goed. Ja, maar zo. En ja. God. Oh the fuck, God. Oké. Deoxys. Bedankt voor de kat Deoxys zijn. Ik weet nu dat ik jou kan vangen. Als ik een kat Pokémon weer nodig heb. Maar. Rip. Bye Deoxys. Dat is niet voor mij niet vaak gebeuren. Nou ja, whatever. Alright, let's go. We hebben nu nog de cave. Waarbij je hebt ground Pokémon. Pokémon die gewoon op de grond kan vinden. En eentje in het water. We hebben nog een extra route die er weer bij is gekomen. Ook wel best wel een nice keuze. Ah, Fortress! Ik had jou kunnen hebben! Als je die fucking self-destruct ging doen. Oh hey, ik heb niet geheeld. Kijk dat weer eens. Kan je zomaar de kop lossen. Ook wel laten we healen. Ja, waarom duurt dit zo lang? Waarom duurt het zo lang? Ik kan nu al bij mijn pak opgeheeld zijn. Maar je moet nog beginnen met ze in de machine stoppen. Ja. Ja. Whatever. Laten we gaan. Oké. Kom op. Oh. Even dan maar niet sprinten, helaas. Joh, als ze daar geen hek hadden neergezet, had ik hier ook gewoon kunnen fishen. Maar ja, helaas. Dat hek staat er. En daar kan ik dus niet fishen hier. Deze route. Oké, de cave binnen. Wat zullen we in de cave gaan krijgen? Rotmonsters. Dun 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 dun. De Wellspring Cave. Oké, daar gaat er mee in komen. Het is. Shymeen! Ah! Weer een fucking legendary erbij. Oké, Buck then. Thunderwave! What you say to me? Ooh. Oh, crit. Oké, Brothers, jij kan dit al aan, toch? Growth. Dat kan slecht uitpakken straks. Stamp, dat moet je wel kunnen. Zonder te doden bedoel ik dan. Ah, oké.
Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nog een stomp. Als je het nog een keer doet, dan ga ik een switchen. Dit gaat eng worden. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Arte, kan jij dit tegenhouden? Wie kan dit tegen? Ik heb niemand om een cross move te counteren. Ook wel Arte. Als ace zijnde, je hebt dan nog niet de badge, maar je gaat hem wel krijgen. Beep boop, what do I need to do? Zorg ervoor dat je niet gedood wordt. Terwijl we deze vangen. I'm Arte. I'm on it. Thanks Arte. No problem. Oké, please Shymin. Word gevangen. Shit. Want dit kan me echt de kop kosten. Als hij hiermee door blijft gaan. Nee! Oh my god, dit was niet eens een Oh nee. Nee. Arte. Arte. Arte is nee! Waarom had er een aces dood? Ga naar de fuck! Kut! Ik ben zo done! Wacht, en gaan we dan ook jouw leven riskeren? Of gaan we kijken wat je kan nog? Dit gaat echt heel erg gevaarlijk worden. Nou, whatever. We hebben hem sowieso nodig. Als Arte gaat nu niet voor niets dood hoor. Oh shit. En hij gaat nog meer growth doen. Alleen maar de nog erger butteren. Op dit moment is het zo ziek. Dat als ik hem waarschijnlijk nu niet dood. Dat het voor niets is geweest. Okay, Bogdan. You've shown something right here. Je kan er eentje teken. Maar niet dat je nog meer gaat bakken. Yes! Okay, come on, Bogdan. Nu is het tijd. Vang hem! Shymin. Kosten me veel dit. Hopelijk is het waard. Ik vind het nog niet. Shymin gritted the Pokémon. The flowers all over its body burst into bloom if it is lovingly hugged and senses gratitude. We wachten nog even met dat. Ja, whatever. Oké, wat dan? Oh, nee, niet die. Kom op. Tom Clancy's The Division. Kingdom Fiends. K1 Mag. Homies. Some FLP, Combat Clouds, AWEN, Marcus League, David Marie, Mirabilio, Nemo, AZ Cats, Scrubbing, Drunkonomist, Scrubbing, Askadet. Slechte namen hier. Villain! Dat is nog wel goeie. Arte Killer, zo moet ik je noemen.
Dit ga ik jou niet vergeven. Art and Killer. Art and Killer. Ik ga dit je niet vergeten. Just be aware of that. Oké, laten we dan maar die propel gebruiken die ik net had. Let's get out of here. Nee. Let's go. Oh. Soms gebeurt het gewoon dat de Pokémon doodgaan in een maslook. Het is altijd erg als er in een maslook een Pokémon doodgaat. Maar wie, oh wie, is het ergst om te verliezen? Dat is je ace. Arctepitina, zoals de volledige naam luidt. We noemden hem altijd Arte. Biep boep biep boep. Wat? Dat was hetgeen dat hij zei. Hij was de laatste overlevende van de eerste keer. Hij was een beest. Hij wist precies wat hij moest doen. Kijk naar zijn stats. Dit heeft hij in zijn E heeft hij opgebouwd door te trainen. Een special attack van 34. En hij had maar een speed van 1. Oh, RT. Als je echt maar 25 HP. Dat zou moeten rusten. Oh, 95, nee. Ja. Nou ja. Er moet toch ooit eens een keertje een dag komen. Waarbij je dan zegt. Vaarwel. Arte. Laten we even kijken wat jij allemaal gedaan hebt. Jij was als enige over toen we de eerste gym hadden. Wat deed jij? Je hebt ze allemaal gedood. En je was... Je hebt een rotation battle tegen 6 andere Pokémon van een gym leader gewonnen. Zonder 1 hit te missen. Ik ga je no guard missen. Je was altijd reliable. Kon elke move die je had, kon je performen. Maar het doek viel voor jou. Voor een bullshit crit. En dat is niet hoe het doek zou moeten vallen. Maar voor Aces, helaas, is dat toch wel de enige manier waarop ze vallen. Oh. Arte. Bedankt wat je hebt gedaan. Ik zal je missen, friend. Bye bye. Je hebt het helemaal gedaan voor dit team. Ja. Na zulke soort eindes moeten we toch door blijven gaan. En jij, Theowen, de Arte Killer. Als er problems heal when it is switched out. Zo goed. En dit, deze combinatie, hebben we gezien. Die is dodelijk. Theowen! Welcome to the team! Jammer dat je op deze manier bij ons team moest komen. Maar helaas was er geen andere. En in ieder geval kunnen we wel zeggen dat Arte is dood gegaan van Pokémon. Hij heeft zijn leven gegeven zodat wij verder konden.
En dat is ook precies iets wat een ace doet. Oké, en dan ook nog zijn naam erbij. Ewen. En die kan ook wat wat groter. Villain the Shaming. The Killer van Arte. Ah, oké. Ja, daar gaan we dan weer. Eens kijken. Het is 9 uur geweest. Het wordt donker daar. We moeten nog hard healen. Maar, damn. Bakt hem. Je hebt weer ook weer laten zien dat je reliable bent. Je hebt geweldig, heb je die Magical Leaf heb je tegengehouden. Oké, ja, whatever. Mijn mond. En we gaan verder. Nu ga ik even kijken. Struggle Bug, kan je dat? Kun je misschien cut of zo? Zodat je tenminste iets meer moves hebt. Block. Dat zal heel unlikely zijn. Incinerate. Nou, ik ga daarmee stoppen. Oké, dan gaan we dan verder. Nog één in die cave. En dan nog één daar in het water. Ja, at what cost? The price was high. Oké, Buck dan. Op dit moment ben jij dus de reliable. Met je Thunderwave ga je in ieder geval eerst zijn. Oké. Zoals is dit toe. Ja. Daar is Pokémon. Gaat worden. Voltorb! Please, doe geen self-destruct. Oh my god. Oké, Spark. Ja, dat kan niet zoveel doen. Hier kan ik tenminste wel... En ik weet dat Voltorb reliable is. Wow, maar ik heb al een electric type. Tuurlijk, fuck, dan is al een electric type. Dus... Zielige Voltorb. Mag niet eens in de Pokéball gevangen worden. Wordt in de Typhoon gevangen. Moet doen. Perfect. Oké, Voltorb. De bal Pokémon. Kijk. It looks just like a Pokéball. It is dangerous because it may electrocute or explode and touch. Zielige Voltorbs, wat hebben zij toch een zielig leven. Oké. Nou, laten we eens kijken. Volgende. Dying Lights. Dat zal het wel zijn. Het gaat maar worden. Oh, dat is gelijk een lekker mooie. Waitos. Waitos. Zo. Oké, nice. Ja, die gaat inderdaad in de box blijven tot we het nodig hebben. Oké, dat was raar. Vie. Lekker.
Niet echt super hoog dat. Oké, nog eentje. En dit is diegene. Torterra! Oh, best wel grappig. Oh, dat is een cross crown type. Met zo'n mooie boompje op zijn rug. Cross crowns. That sounds like Felicia. Nee, niet echt. Nou, het meeste toch wel, denk ik. Oh nee, want ik kan niets tegen doen. Niet echt iets goeds tegen doen. Bippen niet. Ik zeg Bippen, serieus. Dit is Bippen niet, dit is Bakten. Kagami heb ik nog niet gekregen. Brothers, ik weet dat Brothers reliable is. Zou het er wat stompen geven met hem. Oké, withdraw. Hij kan nog zijn third wave move. Oké, dat is goed, want dan gaat hij niet in één keer dood. Nou, niet dat Brothers dit zou kunnen. Holy shit! Zonder die withdraw was hij dood geweest. Oké, Torterra erbij. Maar ik heb ook al twee grass types. Great ball. Laten we eens kijken. Nee. Oké, als hij alleen maar withdraw kan. Ik denk gewoon dat hij een pattern is. Kom op. Torterra, ik heb je nodig. Dat is een Razor Leaf. Oh. Oké, dat gaat nog wel. Kom op. Oh, kom op. Ja, als ik nou een attack was of zoiets. Oké, we hebben nog één Great Ball. Ja. Hé. Dus ze deed hij het uiteindelijk. Oké, Torterra. Torterra, the continent Pokémon. Some Pokémon are born on Torterra's back and spent their entire life there. Wat in de fuck heb ik aan die informatie? What the fuck, man. Oké, wat is de volgende? Petka en Vasily Ivanovic Save the Galaxy. Ja, dat is een of andere Russische stream. Dat zal inderdaad wel raar zijn. Eens kijken. Mad Max, nee. Makamakaton Bikudi. Doodle, nee, kom op. Kronos. Nou, hij wil niet echt. Wil zijn nieuwe comment zetten ook wel. Ik vind Kronos wel goed. Nee, niet M. Kronos. Thank you. Oké, daar gaan we dan weer. Eens checken. Who is Torterra? Daar naar beneden moeten we nu. Ik denk dat Torterra wel cheeky water Pokémon. Nou, wat waarschijnlijk niet zo wat Pokémon is. Oké. Even checken. Hoe goed zijn mijn twee nieuwe functies? Oké. Weight Toss. Tackle Sonic Boom Spark Rollout. Static. Oh, solid. Overgrown Power Sub Curls. Type moves in a pinch. Slecht. Tackle, Withdraw, Absorb, Razor Leaf.
Ja, dat ziet er wel goed uit. Maar ik ga nog even, ik doe even conservative. Op dit moment ben ik met Fewin, ben ik blij. Fewin heeft Arthur gedood. En dat kan niet zomaar iedereen. Oké, ja, thanks. Let's go. Oh, eerst ik ga even kijken. Ik heb volgens mij helemaal geen geld verdiend in de tussentijd. Hoeveel geld heb ik voor dit? Nee, dat wilde ik. Oh ja, dat wel. Nee, dat. Ik heb niet eens genoeg geld om een extra curveball te kopen. Ik hoop op. Oh, wat de fuck zit hier? Zit je iets te doen? Ook al voordat ik hier begin met catchen, wat hier aan de rechterkant is. Oh hey, gelijk moeten vechten. Oké, well, whatever. Kom maar op! Oh, maar nu zit Bakten opeen. Bakten moet niet opeen staan, want we hebben anderen te trainen. Nou, in ieder geval te kijken als hier. Fortress! Hallo! Nou, dan ga ik deze dood hier dan even. Checkpaas! Oh, ah, well, whatever. Bug bites me. Shockwave! Ik weet nog helemaal niet wat goed nou precies is. Oké, dat werkte. Hoe is er bug dan? Switchen, why not? Kijk maar, Kakami! Go Kakami! Oh yeah! Why not is nou niet echt de beste tegenstander? Astonish! Ha! Oh yeah, lekker Kakami! Ha! Oh yeah! Safeguards, heel goed. Ik weet echt nog steeds niet wat die move doet. Nooit gebadet om het uit te zoeken. Oké, nice. Eevee. Wat heb ik daarmee goed gedaan? Jira. Jij nu maar eens zien wat je kan. Weinig health, dus daar moet ik op opletten. Magnitude 8 gelijk, goed. Oeh, kijk dat is. Ha. Jij denkt dat jouw stomme growl Jira kan stoppen. Magnitude. Kijk. Nice. Eerste indruk. Oh, dat was het al. Oké, met wie te maken heb. Dit is niet zomaar iemand. Dit is Bing. Oh fuck, daar gaat Chairman. Bing, stop! The dark, tall cross over there. Every now and again, two Pokemon will pop out at the same time. In other words, you have to be careful in the darker grass. I'm heading on to Necrini City. Daar ga ik ook naartoe. Ja, oké. Daar ga ik straks. Dat ga ik straks doen. Ga ik even checken hoe het gaat. Switch. Oké, Fewin. Dit is je kans dan. Want dan heb bij de Darkrest heb je meer kans om te kiezen. What a world. Ja, kijk, dat is perfect. Gelijk perfect. Oké, Arthur Killer. Tijd voor je Magical Leaf. Ta! Ja, oh yeah, gelijk ook een crit. Net niet level up. Torkoal, dat gaan we even veranderen. Ik wil je niet tegen een Torkoal gelijk zetten. Felicia. Eh.
What a boss. Okay, nice. Meryl. Je zou zeggen dat we pakten. Hey, kijk, Pinwin. Tuurlijk, kan Pinwin dat ook. Bakten die gaat nu vooral de ace positie in dat spelen. Dat die terug blijft staan. En de anderen meer het werk laat doen. Hun laat levelen. En dan als ze hem echt even nodig hebben, dan komt Bakten erin. En die zorgt voor extra versteviging. Mijn neck trick. Nee, Jira. Ja, op dit moment is een goede coverage. Magnitude. 4 maar. Oh shit. Ik weet nog de vorige mijn neck trick die haalde het. Nog een keer. Deze keer echt een goede. 6. Moet wel iets beter dan dat worden. Oké, okay, beter. Dat kon heel eng worden. Als hij blijft butteren. Oké, mooi. Je wil niet meer doen. Kijk, dat is even. Yep. Kom op, het kan wel. Ja, inderdaad. Oké, daar gaan we dan. Een Skitty. Normal type. Meer heb ik niet echt erover te zeggen. Dat was straf een beetje. Dus kon niet, niet doden. Thanks, Fewin. Oké, Fewin is dus een killing machine. Die gaat niet... die gaan we niet erbij zetten, zomaar. Oké, moet ik nog healen? Zelf wel lekker van wel. Nou, Bakten. We gaan jou even op 1 zetten. En dan gaan we. Dan gaan we hoor. Oh ja, dat is een double. Een Charizard of a Gyarados. Best wel duidelijk wie ik hier ga nemen. Gyarados. Charizard is een sukkel. Want dat is een. Dat is tegen Rock, is dat een fortuin weakness. Allebei op Charizard. Au. Weg met jou. Oh fuck. Oké, nice. En de Gastro dan nog. Is Gastro nou ook? Dan wil ik even checken of de ground is. Gastro dan. Ja, nou, het is ook ground. Fuck. Payback. Oeh, wat een moves payback ook weer. Even moves after the target. This attack power will be doubled. Sounds like a charm versus focus energy. Kagami, nou ik weet niet of die super slow is. Oké, kunnen niet doodgaan. Oké. Nou, ik kan dus geen. Ik kan dus niet paralyzen. Nou, het is de ace. De ace die blijft er wel even in staan. Om te kijken of dit gaat lukken. Pokéball! Nee. Oh, maar Gastro is natuurlijk ook een Forex weakness. Want het is water and ground. Dus voor grass. Oh wel. Premier Ball. Deze moet je hebben. Oh, kom op. Speciale bal.
Oef. Toch niet zo heel comfortable met Okakami hier erbij zit. Zal dat kunnen? Dat doe ik toch liever niet. Dan ga ik maar Thunderwave toch doen en dan ga ik jou switchen. Warm. Die zal niet op Felicia kunnen. Als je ground move wil doen, dan gaat het niet. Oh shit. Oh shit. Ah, kom Bakten, daar kan je wel aan, toch? Sterke jongen. Oké, we hebben alleen nog maar Dark Balls over. Ik weet niet of ze nog steeds... Kesselen misschien het... Nee, Kesselen heeft niet het eigenschap dat hij nu onder water zit. Oh shit. Rustig aan Bakten. Ik ga je niet dood laten gaan. Dat is duidelijk. Ik heb al te veel verloren. En als het niet gaat, dan gaan we zelfs nog. Jammer. Oké, dan kan je nog een move op hem doen. En plak. Nee, waterpals. Nee, plak is zeker beter. Het is ongeveer hetzelfde. Oké. Juist, dat is beter al. Oké, Bakten. Je moet nog even wachten, want in ieder geval hebben we nog 5 kansen. Please. Oh, kom op! Ik wil niet dat je hem doodt. Nee, oh shit. Ik dacht, ik wilde een super potion doen, maar ik ging dom doorflikken. Ah, tenminste doet hij het. Oh my god. Oké, wel. Dus Gastrodon dan. Gastrodon, the sea slug Pokemon. Long ago, its entire back was shielded with a sturdy shell. There are traces of it left in its cells. Oké, Gastrodon. Wie zal een Gastrodon worden? Wat is de volgende game hier? Minecraft. Nou, die gaat dan worden? Camelkind. Camelkind. Noah, PvP. Combo. Yunus, Alpha Holes, Pizza. Seleucus. Nee. Spiksbruder. Nee. Pedelec. Pedelec. Pedelec, nice. Thanks for that. Oké. Ik ja hoor. Nice. Even wat ballen kopen. En healen natuurlijk. Voordat we verder gaan. En dan gaat het lekker nu. Nog steeds natuurlijk cut het door het verlies van Arte. Nou ja. Time heals all wounds. And sometimes it's just good to keep applying the grief. Oh, fuck. Life is strange. Ik ben er nog steeds niet over. Ah, heus wel. Er was niets, wat dodelijk was in Life is Strange. De andere hand, Bioshock Infinite. Fuck. Do you know what transorbital... ik weet niet wat het is. Then I give a tap with me hammer.
Gladly. I'd love to get this bread off my hands. Oh, for fuck's sake, ik haat het kut. Oh, shit, het is maar eentje. En het wordt een Almanite. Almanstar, dat is het. Oh! We hebben al zoveel, water types. Dit was de tweede. Nog steeds. Dit is ook weer een 4x weakness. Stop met water naar mijn hoofd gooien. Dat zal niet nodig. Oh, zelfs een little. Volgens dit. Auw! Dat deed meer pijn aan mij dan dat het aan jou deed. Ook wel, dat is niet echt waard. Oké, laten we. Oh shit, ik heb niet. Ik ben vergeten ballen te kopen. Wel. Moet even deze drie worden. Wauw, thank you. Echt dank je voor het in de bal springen. Oh my god. I'm a star, that's Spiral Pokemon. It is thought that this Pokemon became extinct because its spiral shell grew too large. Leuke na, leuke. Leuk om te weten. Oké, volgende. Dota 2. En dat is ook een van de rare rus. Kokkers. Antalevita. 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 Dat vind ik een leuke. Ja, weer zo'n lekkere lange naam. En we zien wel. Oké, nou tenminste. Ik heb tenminste nu genoeg om uit te kiezen. Healing, nee, hebben we niet nodig. De Ace kan wel iets van healing gebruiken. Maar het is niet heel erg necessary. Brothers, ga jij maar leiden. Over dit gedeelte, eerst ga ik de Pokéball pakken. Een antidote, altijd handig om bij te hebben. Okay, nieuwe Pokéballen. Machine. Oh, natuurlijk cuties. Hier is ook nog eentje. Oké, wel. Wat is dit dan? Ik liep af. Weten dat ik die inderdaad niet heb gehad, want dit is echt zo waardeloos. Stomp! Da! Oh yeah. Lekker brothers. Hey, een Great Ball. Dat is handig. En wat nu? Oh, een Milk Tank. Milk Tank is het, niet een Milk Tank. Ja. Hey, hoe gaat het? Oh yeah, Flinchen. Oh yeah, twee keer achter elkaar. Even geen één move kunnen leggen. Zo lekker. Zo lekker. Jij. Je wil vechten inderdaad. En ik ga dus ook met jou vechten. Nice. Vier. Nou, zo. Solk! Gelijk zich is een lekkere Solk. En dat is natuurlijk een fighting type. Zo brothers uit heb. Wel, Lisha, die is voor jou. Nou, weet als je een Thunder Move hebt. Oké, nice. Nou, oké, Felicia. Het is tegelijkertijd voor een Wing Attack. Easy. Oh, fucking sturdy. En dan blijf maar schoppen. Agressief link. Hier, nog een Wing Attack dan. Oké. Nou, dat was Sock. Predators, level 17. Wie hebben we nog meer? Drapion. Dat is volgens mij een van die schorpioenen. Poison Dark. Dus wat
kan ik daar goed voor gebruiken? Oeh, wat kan ik daar goed voor gebruiken? Let's fight it with ghost. Het zal wel goed zijn. Hey. Oh, die was het. Ja, dat. Die schorpioen. Payback. Ha. Oh, ja, dat was niet heel effectief. Nice. Lekker Kagami. Astonish. Dat is ook niet heel erg effectief. Au. Dat is ook niet effectief. Wat gaat dit wel effectief zijn? Gust. Dat is al beter. Laten we dat blijven doen. Au. Kan niet anders dan dat of zo. Hop, oh, crit. Nog eentje. Nice. En hij is dood. Nog Trapion. Oké, okay, nice. Lekker gedaan, Kagami. Weavile. Ice Dark. Dat is een job voor... Cool. Voor wie? Laten we dat voor maar voor Bradders doen. Bradders is een pro. Ja, Weavile. Taunt. Ja. Ik weet niet wat het doet. Ik ga dood. Pickpocket, wat het doet. Nee! Ik heb nu geen momomilk meer. Dat is evil. Oké. Okay. Oh, moest nog even quick attack doen, hè? Tuurlijk. Fuck jou, kut Weavile. Sweatloon. Ik weet echt niet. Wat is een Sweatloon? Dat moet ik even opzoeken. Die heb ik nog niet. Daar heb ik nog lang van gehoord. Sweatloon. Buckross. Ook wel, het is tijd voor Felicia. Felicia ziet er niet super uit, maar... 4x weakness dat hij heeft. Dat zou ze wel aan moeten kunnen. Of hij. Hij. Felicia is de hij. Hier. Wing attack! En ze dood. Nice. Oké. Okay. Beter. Oké, best wel hurt is het over het algemeen, maar... We zijn snel volgens mij bij de volgende taal. Echt waar, is hij zijn movementmail kwijt? Nee, beter dat hij niet zijn movementmail kwijt is. Ik weet niet eens wat zijn movementmail doet. Oeh. Ik heb het! Awakening. Nice. Oh, for fuck's sake. Dus we moesten eventjes zien iets uit de bosje. Een pincer! Grappig. Pincer is wel grappig. Oh, Shymin staat buiten. Ik weet niet wat de pincer doet, laat dat gewoon wel weggaan. Ik heb niet zoveel zin om een pincer te vechten. Dit is wel grappig. Oké, okay, wat wil jij? New strategy van Edgar. Staraptor, natuurlijk! Oké, wat zei ik? Je zou zeggen dat... Nou, gaan we gelijk bakken erin gooien, maar dat ga ik niet doen. Kagami, you can take a hit, dat denk ik wel. Bakken is hier alleen maar voor noodgevallen.
Double team. Oh shit, we moeten hier snel vanaf komen. Zo snel als dat je één keer mist, gaan wij ook minimize doen. Shit. Oh shit, 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 shit. Dit is niet goed. Dit gaat weer zo eindigen hoor. Niet double team. Whatever. Boeit me niet, zegt Kagami gewoon. Ik ga gewoon lekker door. Lekker veel win. Kankelderm. Wat is dat dan weer? Kankelderm. Oh, hey. Vergurder! Okay, Kankelder! Kijk naar mijn stenen pilaren. Ik ga je daar even morselen, ook bedankt. Lekker, Crit Kagami. Mm-hmm. Nice. Lumineon. Kijk ook niet. Lumineon. Dat is, oh, dat is die, dat is lelijker. Puur water. Villain, die is voor jou. Magical Leaf. Oh, kom op, Villain. Je had je best wel in één keer kunnen doden. Nou, goed gedaan, Villain. Nee, ik ben level 19. Kijk, eindelijk. Dat is een goede move bij Kambi. Dat is ook een leuke tegenstander. Dat is een goede van Felicia. Ik heb ook nog iets van electric type hebben. Zodat ik er nog iets kan doen. Wing attack! Killed by death. En zelfs een crit. Lekker please. Oké. Nice. Dat is dan het einde van de route. Nu gaan we hier doorheen. Oh, Jenren. Come with me a sec. Oh, wat wil je doen? Please. Maak het niet irritant. Je bent zo snel. If you go straight from here, there's a Pokemon Center. And, use these if you want. Thanks. Als ik eentje heb die dat nodig heeft, ben ik heel dankbaar. A Sunstone is a requirement for evolving certain Pokemon. There are several species around this city that can use it. Oh, and another piece of advice. Necree City's gym leader uses normal types. If you have a fighting type Pokemon, it may give you a big advantage. Okay. Dat gaat dus totaal niet helpen. Want ja, het zijn allemaal verschillende soorten types. Nou ja. Ja, I'd like to be revived. Nou, niet revived, restored. Ga gelijk even naar nieuwkomers kijken. Ja, thanks. Doei. Someone's natuurlijk. Pokémon. De Gastrodon. Petalake.
sticky hold protects the Pokemon from item theft. Nou, geweldig. Mud Sport, Harden, Water Pulse en Mud Bomb. Niet geweldig. En Omastar en Levita. Iron Barbs inflicts damage to the Pokemon on contact. Dat is goed. Bite, Wish, Seismic Toss en Water Gun. Seismic Toss is best wel goed op de lage levels. Nou, kan wel goed zijn. Oké. Dat ziet er oké uit, maar je bent een 4x weakness, dus ik ga je niet meenemen. Ook wel. Doei. Nou ja. Maar dat is dan. Dat is dan weer twee uurtjes. Pokémon Blaze Black. Randomize. Dat is leuk. Ik heb mijn objective gehaald. Ik wilde die hele bar daar beneden vol hebben vandaag. En dat is gelukt. Helaas staat op die tweede plek op dit moment Fairwind in plaats van Artee. Maar ja, soms gaan dingen gewoon niet helemaal zoals dat je ze wil hebben gaan. En dat is jammer, maar dat gebeurt toch. En ja, we zien wel hoe het verder gaat de volgende keer. Oh, verkeerde knop. En dan zullen we waarschijnlijk ook de gymleader gaan aanpakken. Trainen, nou in ieder geval dat gedeelte daar, ja, ik denk niet dat dat meer dan een uur duurt. Dat meer dan 2 uur of zoiets. Ook wel. Oh nee, volgende week kan het niet eens. Wat deed je de volgende? Toch. Nu moet ik even checken. Steam. Want, eens kijken. Oh, natuurlijk. Het staat niet wanneer. Kom op. Hold on, ik ben er bijna. Die heb ik nodig. Ja, inderdaad. Dat kan niet eens, want volgende week is er geen Pokémon. Waarom? Omdat dan The Walking Dead Michonne de eerste episode uit is. En daar ben ik zo excited voor. En ja, die gaan we dus over een week doen. Over een week zullen we dus niet dit team zien. Maar over 2 weken. You betcha. Ik ga gewoon door tot het bittere einde. Oh, dat is zo erg. Totdat of we het bittere einde zien. Of totdat we het hebben gehaald. Of ik geen zin meer heb. Maar dat zie ik op dit moment niet zitten. Nou ja, ook wel. Volgende week The Walking Dead Michonne. Eerste episode. En over 2 weken gaan we verder met dit. Ook wel. Bye!